Wie? Deur. Ja, 2001 heb ik dit als, het is een folly, zo heet zoiets. Het is een huis wat niet geschikt is om in te wonen, maar wel om in te verblijven. En een folly stamt eigenlijk uit de 17e eeuw, werd het heel erg gebruikt. Mensen hadden romantische tuinen, buitentuin, het is altijd buiten. Ik vond het heerlijk om te wandelen en om te verpozen op een plek, nou ja, dan word je nat. Maar eigenlijk verwijst het ook naar ruïnes die in het landschap ontstaan en dat mensen dat zo laten. Dus een folly is ook iets wat je niet meer, en vaak is het onaf. Nou, het is ook wel eens, begint natuurlijk af, maar juist een folly onaf. Of altijd in ontwikkeling, dat is het, dat is zo zie ik hem in ieder geval. Paula wilde het eigenlijk al toen ze het zag een keer, dat was 5 jaar geleden. Oh, het zou toch fijn zijn als het bij ons in het landschap was, nog lang niet zoals het hier is. Want inmiddels is het landschap helemaal niet verculturaliseerd, maar in ieder geval wel over nagedacht. En ik vond dat nog niet rijp, maar nu deze woeste plek, want we hebben echt alles weg moeten halen, brandnetels, alles had hier weggehaald, dat zie je nog een beetje. En het gras heb ik ook weer gebruikt met leem om zeg maar de steunpilaar te laten zien dat het hoort op deze plek. Ja. En ik heb 5 punten, ja, meer, want eentje gaat op het midden, 6, 7. Nou, de functie van de binnenmuur is bescherming. Terwijl het net zo open is, het is anders dan de theehouse, waarin de lucht eigenlijk de bedak is. En, maar hier vind ik dat juist de ingang doorstroomt. Dus niet dat, maar juist de richtingen moeten doorgaan. Maar een vijfhoek is moeilijk. Je kunt een vijfhoek, een vier is makkelijk. Dan je zo, daar stoot je daar, daar stoot je daar. Dus het is wat ingewikkelder qua constructie over hoe je geest hierop reageert. Daarom heet het hexagram eigenlijk een heksenplek. Nou, in ieder geval, ik heb kunstenaars gevraagd. Niet mijn favorieten, dat is raar. Maar zijn er 40 kan je van favoriet noemen. Het was moeilijk. Maar het is eigenlijk gevoelsmatig ontstaan. Mensen die op mij afkwamen, die echt bezig waren met wat ik doe. En ja, die heb ik de uitnodiging gegeven om binnen mij wat te doen. Een ziel achter te laten. Het is House of Spirits heet het. House of Spirits 2. En Takata heeft hier dit prachtige werk gemaakt. Maar die is nog in progress. Maar Sarantis gaat hier. Bianca daar, Paddo hier en daar Paula. En op de vloer komt de Japaner tekst te schrijven van Boeddha Prayers. Nou, als je eraan denkt dat dit uit gedacht is ontstaan uit hergebruik, omdat ik niet kon. Voor het eerst kon ik niet. Je hebt nog meer troep van beelden die ik achter in de tuin heb en hergebruik. Ik doe het altijd eigenlijk. Maar dit is compleet, weet je wel. Dus weer terug, je gaat eigenlijk heruitvinden. Het is een archeologie van je eigen beeld. En anders dan. Gebruik ik wel spullen, maar dan zet ik het in voor totaal iets anders. En nu is het reconstructed. Maar de basis, het idee van de House of Spirits is gelijk gekomen. En de geluidssculptuur, wat het was, is eigenlijk nou de mens zelf. Dus hij hoort zelf de dingen die hij wil horen. Dat leek me gewoon beter in het proces. Nou, ik wilde in ieder geval nog wat zeggen over.